als je in een herstelproces zit, dan reflecteer je veel meer. Je denkt na over je eerste hardloopoverwinning. Waar lagen je ups en downs? Waar lagen je zegeningen? Dat zijn momenten die je met trots vervullen, met weemoed af en toe. En daar dient zo'n herstelproces zich toch heel goed voor. Je bent vaker op jezelf, je ligt vaker even op de bank. Soms pak je wel een boek, soms niet. Soms pak je je telefoon of niet. Af en toe reflecteren. Ja, wij wandelen hier altijd. Hoeveel voetstappen liggen hier al niet van ons? We gaan vandaag naar de plek waar ik ben opgegroeid. Tussen mijn 5e en mijn 20e jaar. We gaan naar Berkum. Dat is een klein stadsdeel bij Zwolle. Daar ga ik ook mijn broer ontmoeten, mijn schoonzus. Daar gaan wij langs een aantal plekken die memorabel zijn. Hey jongen, hey, alles goed? Ja, prima. Mooi. Je ziet er goed uit. Ziet er toch spalletjes uit? Ah, spalletjes man. Hoop. Ik doe mijn best om een beetje aan te komen. Ik voel me eigenlijk heel goed. We zijn nu een maand of 4 onderweg. En ik merk gewoon dat waar ik verwacht had dat ik in een soort dip zou komen, dat eigenlijk helemaal niet heb. Je hebt 18 keer een infuus. Ik heb er nu 9 op zitten. En dan verwacht je dat stapelt en dat wat moeizamer. Je krijgt tintelende vingers, je krijgt tintelende tenen. Ik heb daar eigenlijk nauwelijks last van. De glucosewaarde. Ik weet niet of dat voor jou interessant is. Maar die vind ik wat aan de hoge kant. Maar waar dat nou door komt? Ja, dat kan best wel bij de operatie, na de operatie, dat je toch een beetje suikerziekte ontwikkelt. Dat kan ook een beetje wel verklaren waarom je verder gewichtverlies hebt. Verrassend was misschien de laatste 3-4 weken waar hij zich minder goed voelde, heel erg moe was. En uiteindelijk bleek dat dat kwam door suikerziekte die hij nu heeft. Zijn alvleesklier blijkt toch niet meer te werken. Ja, en dat was wel een vervelende periode. Omdat hij zich niet goed voelde, omdat hij heel erg moe was. En dat vanaf dat moment je denkt, oké, nu ben ik dus afhankelijk van de medicijn. Dat hakte er enorm in, vooral omdat het eeuwigdurend is. Kijk, die alvleesklierkanker en die ziekte en de operatie is achter de rug. Ik ben daar gericht op herstel. Misschien wel volledig herstel en misschien mislukt het wel helemaal, maar heb ik het toch geprobeerd. Diabetes, dat is gewoon nu, dat zit gewoon in mijn lijf, dat gaat er niet meer uit. Dus er zit ook een soort verwarring in mijzelf van waar heb ik nou het meeste last van? Daar is ons ouderlijk huis, nummer 3. Ja. Ik denk niet dat ze thuis zijn hoor. De afgelopen maand is dat nu langzamerhand verbeterd. En ik moet eerlijk toegeven dat ik het gevoel heb, laat ik het zachtjes uitdrukken, dat ik een wat lager glucosegehalte nu heb, waardoor ik mij ook wat fitter voel. En? Ja. Is hetzelfde gebleven? Het is wel mooi. Nou, het is nog precies hetzelfde. Ja? Wij komen nu bij de knikkerplek uit. Ik had stuiters bij me en knikkers. En dat deden we hier, zo meteen, 10 meter verderop, ga je die knikkerplek zien. Dus ik ga even voordoen hoe we dat deden. Dus Tim, jij gaat even zitten daar. Zitten daar tegen die wand aan. Ik heb hier een hondenbroekje. Tim legt zijn stuiter even neer. En dan ging ik... Ai! Naast. Er gaat geen minuut voorbij of je komt langs een plekje waar je een verhaal bij hebt. En die verhalen zijn soms nostalgisch, soms zijn ze fantastisch, soms zijn ze heel treurig. Het zijn verhalen waar je je leven mee inkleurt. Ik bedoel, het feit dat ik hier nu naast hem sta, dat is toch wel heel bijzonder. En want het had natuurlijk ook al lang gebeurd kunnen zijn. En dus in die zin ben ik dankbaar dat ik hier mag staan en dat hij er nog steeds is. En dat we hopelijk nog een aantal jaren door kunnen gaan, Willem. Dat hoop ik ook, ja. Alvleesklierkanker. Gadverdamme, hij niet wat leukers te brengen? Nee. Wat ik
nog steeds lastig vind, is de slechte prognose van alvleesklierkanker. Je kunt het je nu niet voorstellen, zo goed als Willem is, maar de prognose is linksom of rechtsom nog steeds slecht. Dan komen er weer de woorden van Willem boven. Ik ga de statistieken verslaan. Maar er zit natuurlijk ook zo'n klein rottig stemmetje dat denkt van, 5% is maar heel weinig. Ja. Tuurlijk heb je wel je lastige momenten, maar ik geloof echt in journeys, in een reis. Hè. Dus je maakt een beweging. Ik geloof in groei, ik geloof in doorontwikkelen. Ja, zo zit ik nou helemaal in elkaar. Mocht op dat dieptepunt mijn einde zijn, nou, dan is dat maar zo. Maar dan weet ik zeker dat ik voor anderen die positieve blik naar voren heb gehad. En zo sta ik er ook in.